Daar staan we dan. Ja, daar staan we weer. Met die Veldwijk. Kijk, ik heb een van de shirt aan. Ik weet niet wat er allemaal op staat. Wat staat er allemaal op? Er staat een heleboel op. Het is wat is het? Kijk toch aan. Ja, dus die Modio shirt, daar geen idee. Ja, vind je mooi, Harry? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of ik het mooi moet vinden. Het is wel. Het is een beetje te druk. Het is wel een soort van. Kijk even mee, jongens. Wat staat er allemaal op? Er staat van alles op, maar het is van Klibanski, een kunstenaar. Vind je het mooi, Harry, of zeg je, doen we niet? Nou, mooi. Ik vind het niet mooi. Okay. Nee, maar ik vind het wel stoer. Het staat wel cool. Okay. Hey, hoeveel goals heb je tegenwoordig al? 13. Het zijn er weer 13. Hij heeft al 13 doelpunten gemaakt. Hey, wacht even, ik ga even stoppen hier, want ik krijg weer een stijve nek. Want hoe lang ben je nou ook weer? Wacht, als jij nou hier op het trappetje... Ja, want ik heb hier een trappetje. Ja, ik ga wel even op het trappetje staan. Als ik op het trappetje sta... Dan blijf ik hier staan. Kijk, nu kunnen we elkaar ook aankijken. Even kijken, hier zo. Zo, ja, dat is perfect. Nou dus zijn we ongeveer op gelijke hoogte. Ja, we zijn er 13, Harry. En ja, het hadden er meer mogen zijn, maar op dit moment ben ik wel tevreden met 13 goals. Luister eens even goed. Ik zie allemaal tattoos allemaal de hele tijd. Ja. Ook op tv. Maar die waren er eerst niet volgens mij wel. Hoe oud zijn die tattoos? Sommige zijn vrij nieuw. Ja. En sommige zijn al 9 jaar oud. Maar in die 9 jaar worden het er steeds meer. We gaan nog steeds door, Harry. Degene die we zien. Wat is dit? Kijk even mij, draai even mij. Dan kunnen we het even zien hier. Wat hebben we hier? Hier hebben we een of andere vleugel. Vleugel en een roos, geloof ik, aan deze kant. Of staat de naam van mijn dochter aan deze kant? Nee, hier staat iets van een roos. Toch? Ja, een roos vlak onder je oor. En dan hier aan de andere kant hebben we de naam van mijn dochter. Oh ja, Sarah. Ja. Lizzie. Ja, heel goed. Sarah, Lizzie. En ook weer een vleugel. Ja. Leg maar uit aan. Ik heb geen idee. Vleugel? Ja, vleugels. Gewoon. Vleugels. Gewoon vleugels. Die andere is dan, dat zijn... De naam van mijn dochter, ja, Sarah Lissie. Ja. En hier heb ik een roos staan en die heeft mijn vriendin heeft die op een andere plek staan en ik heb hem hier staan. Oh, ja. Dat is hem. Dat is allebei hem. Een roos. Ja, moet toch wat, hè? Hoezo moet je wat? Ik vind tatoeages heel mooi, alleen niet alle tatoeages hebben meer een betekenis. Ik heb mijn handen vol, mijn armen, mijn borst, mijn rug, mijn nek. Waar, ja? Mijn nek ben ik nu mee bezig, mijn onderbeen zit al vol. Oh. Dus op een gegeven moment, ja, je hebt niet zoveel betekenis in je leven. Dus je kan op een gegeven moment kan je ook niet meer elke tatoeage met een betekenis doen. Dus dan ga je soms ook wat onzin zetten. Maar andere dingen zijn wel weer heel waardevol voor me. Dus. Goed, maar het gaat dus niet meer om de betekenis. Het gaat erom dat het een tatoeage is dan. Ja, gewoon helemaal vol. Jij wil gewoon helemaal vol? Nee, niet helemaal vol. Maar bijna helemaal vol? Bijna helemaal vol wel. Ja? Ja. En waarom wil je dat? Geef mij dan... Het is een soort verslaving geworden. Ja? Ja, het is mijn verslaving. En ik ben begonnen toen ik 17 was met een eerste tatoeage. En ik ben nu 27. En dan ben je op een gegeven moment al aardig ver. Hey, hoeveel goals gaan we dan maken in totaal? Zullen we dat dan even bepalen? Ik heb al een keer eerder 30 goals gemaakt. Toen was ik topscorer. Ja. Ik ga je geen aantal geven dit keer. Maar ik ga wel zeggen... Krijgen geen aantallen, jongens. Ik ga wel zeggen dat ik topscorer word. Van de eerste divisie? Ja. Oké. Dus als iemand er 29 maakt, dan maak ik er meer. Maak je er sowieso meer? Ja, en gaat iemand daarover, dan zal ik zorgen dat ik er nog meer maak. Goed, dus je gaat gewoon vrolijk door met doelpunten maken? Zeker. Toen blijft er nog maar één vraag over. Maak jij Sparta kampioen dit jaar? Want dat moet jij dan doen. Dat doen we gelukkig met z'n allen. Ja, daar gaan we weer. Maar oké. Met z'n allen. Ja? En ik wil heel graag topscorer worden. Ja? Heel veel goals maken. En dan hopelijk zijn wij einde van het seizoen kampioen. Hopelijk. Hopelijk wel. Maar wordt Sparta kampioen, ja of nee? Wij promoveren. Ja? Ja.